Voorzitter, als het geweten geketend is en het gezond verstand met verlof, dan is misleiding en bedrog een verplichte toevlucht. 10 jaar lang heeft u de gelegenheid gehad om dingen te doen. En vandaag krijgt u helder momenten en pretendeert u ons te willen brengen naar Dubai. Vandaag krijgt u binnen 5 jaar lang. Hoe binnen 5 jaar lang? En dan wilt u ons nog om uitleggen hoe wij het moeten doen? Voorzitter, de situatie is inderdaad alarmerend en zelfs deprimerend. Echter is Retsu een plicht, niet een keus. Hoe zit het? En ik ben ervan overtuigd dat we dit verplicht zijn aan het Surinaams volk. We zijn het verplicht aan het nageslacht. We zullen het kunnen doen omdat we een regeerteam hebben, een president hebben, een vicepresident hebben die werken. Die verschuilen zich niet ergens in het binnenland. Voorzitter, ik weet dat dit debakel te wijten is aan falend beleid, aan corrupte leiders. En ik draag de overtuiging dat het falend beleid u gaat kunnen afwenden tot productief en beleidsperspectief. Dat gaat u inderdaad kunnen herstellen. Maar wat doet u met de corrupte leiders? Wat doet u met ze? Daar kijkt het volk ook naar uit. De toezegging was gedaan om inderdaad de verdampte, misschien de gestolen, de weggemoffelde gelden terug te halen. Daar kijken we naar uit. Onderneemt u elke stap binnen wet en recht en doet u wat u moet doen. En we kijken uit naar eventueel meer van die briefjes van de procureur-generaal waar er mensen opgespoord moeten worden. En hopelijk zullen zij zich niet gaan verschuilen ergens dat ze niet te vinden zijn. Voorzitter, als situatie moeilijk. Maar de situatie die ze kenschetst door de minister van Financiën onder andere en de president, is één die wij gaan kunnen managen. Ja, we hebben er hoop in, we hebben er geloof in dat deze regering het zal kunnen doen. Voorzitter, maar er zijn toch wel wat opmerkingen die ik wil maken. Eén is, als we praten over unificatie van de koers, heb ik niet gehoord wat er zal gebeuren met de brandstofprijzen en op welke wijze die zal inwerken op de prijzen van goederen. Ik heb niet gehoord welk effect dat zal hebben op de prijzen van de busritten en op welke wijze dat de armoede verder zal verergeren. Voorzitter, ik heb ook gehoord dat er een schend zal worden gemaakt van de parastatale bedrijven. Heeft u al een lijst van welke de levensvatbare bedrijven zijn en welke u denkt te willen afstoten? Omdat er inderdaad ondernemers zijn die bereid zijn te investeren en eventueel bedrijven over te nemen. Voorzitter, er is ook gesproken over ordening van de goudsector en halen van gelden uit die sector. Er is indertijd een commissie geweest, ordening goudsector. Is die commissie geëvalueerd, de activiteiten van die commissie geëvalueerd? Zodat we lesson learned hebben en dat we niet dezelfde fouten maken. Want ik begrijp inderdaad dat er daar wat gelden zijn te halen die we op dit moment dringend nodig hebben. Dan zou het fijn zijn als de activiteiten van die commissie zo zijn geëvalueerd. En eventueel ook dat dat rapport met ons gedeeld wordt. Voorzitter, ik hoor de minister van Financiën zeggen dat we monetaire reserve hebben goed voor 3 weken. Dat is zeer bedroevend.